Denk, denk ik niet aan Nederland en zeker niet aan Brabant, maar jullie zijn dan toch in dat gat gesprongen. Klopt. Hoe gaat zoiets? Dat is gekomen door een project in Nederland, het Grensmaasproject. Daar moest 180 miljoen ton grond verplaatst worden. En werd er gevraagd om een truck met 50 ton laadvermogen. Die hebben we ontwikkeld. Daarna wekte dat de interesse van een internationale organisatie, een mijnbouwbedrijf in Mali. Kijk. Daar zijn we met hun in contact gekomen en offertetraject opgestart. Toen is het balletje gaan rollen. Bas Mining Trucks werkt nauw samen met STP in Hees en hier worden die trucks omgebouwd van 4-asser tot 5-asser. Nou, het is simpel. Het is net zoals een mens. Hoe meer benen je staat, hoe steviger dat je staat. Ja. In de mining trucks is het belangrijk dat je een hoog laadvermogen hebt. Hoog laadvermogen wil dus zeggen veel benen aan de grond. En in het geval van een truck is dat wielen, assen. De fabrieken leveren in Europa maar tot 4-assen, omdat dat volgens Europese wetgeving voldoende is. Wij beginnen dan met die 4-assen om hem zeg maar uit te breiden tot de 5-assen. Simpel gezegd, er komt hier gewoon een wiel bij. Ja. Dit wiel zorgt dan voor extra draagvermogen. Er komt iets meer bij kijken als alleen dat wiel, want je kunt natuurlijk niet zomaar een paar wielen, die moeten ergens aan vastzitten. Dus het is echt de hele asconstructie, maar ook de remmen worden aangesloten, de sturing wordt aangesloten, de hele elektrische afstemming van het voertuig komt erbij kijken. Wij zitten op dit moment zijn we actief in 8 landen. In Europa, in Noorwegen, Oostenrijk en dus ook in Nederland. En daarbuiten op dit moment in Ivoorkust, Mali, Suriname en starten we binnenkort op in Peru. Je komt op plekken waar je normaal gesproken nooit van gehoord had. Ja. En neem je ook je monteurs mee? Nemen we onze monteurs mee, ja. Om extra bijstand te verlenen. Welk land ben je geweest? We zijn in Nigeria geweest. Oh, Nigeria. Oké. Okay. Ja, dat was in Lagos, de hoofdstad. En dat is heel iets anders dan hier. Ja. Daar hebben ze geen werkschoenen. Dus alles nog op slippers en op de vlakke vloer. Dus, en wij zijn daar, jonge monteurs, zijn we daar proberen met een computer overweg te kunnen laten gaan. Ja, vroeger zag je iets bewegen, maar nu doet de computer het. Ja, en dat is voor die mannen toch moeilijk. Zo kom je als monteur nog eens in? Ja, dat had ik nooit verwacht toen ik hiervoor had gekozen, dat ik daar zou komen. Dus.